Oké, we gaan even chronologisch de hoogtepunten doornemen van de Glory-periode. Begon natuurlijk in 2012 op 26 mei om precies te zijn. Eerste Glory-event in Stockholm. Wat weet je daar nog van? Wat ik vooral weet is dat ik natuurlijk heel trots was. Wat ik zei over de K1, die achtmanstoernooien, dat ik zelf nu mede een achtmanstoernooi kan organiseren. Daar hebben we dus een achtmanstoernooi gedaan. In een gewicht van wat in de K1 Max heette, dat was heel bekend. Dus de 70 kilo klasse. En daar kon ik een Petrosian, een Albert Kraus, een Robin van Roosmalen. Ja, dat waren namen uit die K1 tijd en die kon ik nu in de ring zetten in ons eerste Glory-evenement. Dus daar was ik wel heel erg trots op. Ja, wat is je het meest bijgebleven van dat event? Ja, puur dat. En dan hadden we, volgens mij heeft daar Sam Shield ook gevochten, denk ik, tegen Errol Zimmerman. Mm-hmm. Dat bleef me natuurlijk bij, omdat het was heel apart voor mij. Want er waren twee jongens die ik trainde die plotseling tegen elkaar moesten vechten. Dus dat vond ik wel. Maar ik vond vooral het toernooi, wat ik dan zelf, waar ik altijd naar had gekeken, waar ik wel aan meegedaan had met vechters. Maar nu kon ik het zelf organiseren en het enthousiasme van het publiek om dat te presenteren hier nu live in Europa, in Zweden dan destijds. Ja, iedereen was enorm enthousiast en ik trots natuurlijk. Ja, waarom koos je er eigenlijk voor om in Stockholm het eerste Glory-event te houden? Nou, we hebben in het begin gekeken naar wat is snel beschikbaar en ook wat zit er in ons netwerk. En ik had, en Bas ook, wij hadden een hele goede connectie met Casra. Die komt uit Zweden, was een promotor en een trainer die ik kende. En die had een heel mooie hal daar beschikbaar via kennissen, via zijn contacten met de overheid. Dus vandaar is gekozen voor Stockholm. En in het begin werd ons advies heel erg opgevolgd van waar kunnen we het beste even naartoe gaan. Ja. Was het meteen een succes? Omdat het een korte aanloopperiode had, was het qua productie en qua gevechten was het een enorm succes. Alleen ik denk als we het beter hadden kunnen promoten, had het gewoon wat meer publiek en wat meer aandacht gekregen. Maar dat is ook natuurlijk omdat je een nieuwe brand was. Niemand geloofde eigenlijk nog in dat Glory. Alles was nog in de ban van K1. En in één keer staan er andere mensen op. Ja, wat zal dat zijn? Weet je? Er waren wel heel veel oogballen op gericht, maar het is nou niet zo dat daar 10.000 man zaten. Nee, maar je zegt het is een nieuwe brand. Had je van tevoren een hele strategie bedacht met elkaar van oké, zo gaan we het opbouwen om de brand zeg maar groot te maken? Ja, dat deden we natuurlijk met een heel team. Hè, want dat was wel mooi natuurlijk. Die investeerders die huurden wel allerlei experts in op het gebied van marketing en al dat soort dingen. Dus daar werd wel over nagedacht hoe gaan we het doen. En daar verschilden we wel van mening over. Maar ik denk dat we uiteindelijk op de lange termijn is het wel succesvol geweest als ik bekijk dat we de brand heel goed gebouwd hebben. Want de policy destijds was wel om vanuit grote steden te komen. Hè, daarna. Dus laten we vanuit New York komen, uit Madison Square Garden. Laten we niet vanuit, met alle respect, Breda komen, maar kom dan vanuit Amsterdam. Ja. Snap je? En dat was wel een policy waarvan ik dacht van ja, dat is wel. Ik was er niet gewend. Ik moest van kleine middelen vroeger organiseren. En nu was het gewoon budget om leuke hallen en venues te huren natuurlijk. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.